Nou, zoals jullie zien, dat is niet meer heel. Dat is helemaal uit zijn voegen getrapt. En je kan ook daar nog zien, aan de andere kant zie je de spijkers nog uitsteken. Ze hebben echt hun best gedaan om die deur er gewoon uit te trappen. Kijk hier maar. Er is niks meer van over. Dit was ooit een mooi glas en loodraam. Maar echt mooi is het nou nu ook niet meer. Hier, ik kan gewoon de scherven eraf halen. Ja, binnen ligt ook allemaal glas, zie ik. Ja. Ja, nee, dat is echt vreselijk. Daar zie je de tafel en hier zie je het glas. Dus waarschijnlijk hebben ze gewoon die hele tafel om de kop gegooid in duizend stukken. Hier zie je de deur zelf nog. Ja. Hier is het ook een beetje mee begonnen, toch? Dat jullie de deur op slot deden. Ja, dus in het begin had je gewoon hele lieve jongens, kon je goed gesprek mee voeren. Die kwamen hier af en toe chillen. Maar af en toe een beetje troep en overlast van de buren. Nou, we hebben toen een gesprek met hun aangegaan, deden ze gewoon netjes. Deden ze dat. En op een gegeven moment kwamen er jongeren van weet ik veel waar, die wij niet kenden. Die kwamen hier ook allemaal chillen. Nou, op een gegeven moment was het niet meer te doen. Toen hebben we die deur op slot gedaan. En eigenlijk, nadat we die deur op slot hebben gedaan, is de eerste keer vandalisme gepleegd. Kijk, dus hier kunnen we het zien, dat is de boldercar. Nou, ik weet niet hoe ze dat hebben gedaan, maar ze hebben dit gewoon denk ik kapot getrapt. Maar jij komt dan 's ochtends hier aan en dan zie je dit liggen? Ja, zo gaat dat. Dus ik was er dan zelf niet. Maandag kwam de hoofdtuin eraan. En die zag allemaal ravage en gewoon puinhoop. En wat doe je dan met jullie als organisatie? Ja, heel gedemoraliseerd. Weet je, bijvoorbeeld onze fondswerfster. Die zit vanuit thuis. Nou, die is al 2 dagen, 3 dagen in shock. Want die heeft heel erg zijn best gedaan. Om vanuit de gemeente, om vanuit de fonds, om vanuit allemaal plekken. De dome te financieren, de kast te financieren, de tent te financieren. En dan wordt het gewoon in 1 weekend, wordt al dat werk kapot gemaakt. Ja, want dit is de kas. Ja, dus zoals je ziet, als je hier naar boven kijkt, zie je dus dat een van onze vrijwilligers heeft het al vastlopen naaien. Maar echt aan alle kanten hebben ze gewoon het bekrast met messen. Hier met duct tape hebben we het dicht moeten plakken. Nou, en dit is nu wel een tijdelijke oplossing. Maar een van mijn collega's zei ook al, als er een beetje een storm aankomt, ja, wij weten niet of dit het houdt. Ik ben sprakeloos. Ik weet ook niet verder wat ik moet zeggen. Wel boos, ja. Maar vooral verdrietig. Teleurgesteld. Weet je? Helemaal vanuit de missie die wij hebben met de stichting. Wij willen graag jongeren inspireren, activeren om mooie dingen te doen in de stad. En op je eigen manier een bijdrage te leveren aan de stad. Want ik denk dat iedereen heeft wat tofs toe te voegen, wat tofs te brengen. En dan word je toch met de harde werkelijkheid geconfronteerd dat niet iedereen zo optimistisch en idealistisch in de wereld staat. En sommige mensen meer bezig zijn met hun directe omgeving kapot maken dan daar een mooiere plek van maken. En dat is toch hard om daarmee geconfronteerd te worden op zo'n directe manier.